De Assassin's Creed franchise heeft even een pauze gehad. Even om de serie wat ademruimte te geven eigenlijk. Maar later dit jaar is hij eindelijk terug. En iedereen dacht, dit is eindelijk een totaal nieuwe Assassin's Creed. Dit is waar we op hebben gewacht. Dit is de innovatie die de serie nodig heeft. En toen zagen we de E3 demo. En toen dachten veel mensen zoiets van, het lijkt eigenlijk best wel op de vorige Assassin's Creed. Ja. Was dat ook jouw ervaring? Want jij bent met Assassin's Creed Origins aan de slag geweest. Ja, zeker. Ik heb een half uur mogen spelen in het Egypte van Assassin's Creed Origins. En de game is ook nog steeds gewoon Assassin's Creed. Ik snap wel dat mensen dachten van ja, maar de stad is weer gewoon een stad en whatever. Maar ja, het is gewoon een Assassin's Creed game, want dat is wat de franchise is. Ja. Alleen waar ze heel erg op hebben gehamerd en wat ze heel erg hebben gedaan in het hele lange ontwikkelproces, is zorgen dat het soepeler loopt en dat de combat heel erg anders is. En dat is wel echt een gamechanger voor de franchise. Want hoe is de combat dan precies veranderd? Nee, je twee rechter schouderknoppen, dus je rechter schouderbumper en je rechter schouder trigger of R1, R2, die zijn verantwoordelijk voor je zware en je lichte aanvallen. Je hebt niet meer de linker trigger in te houden als je zeg maar in renmodus gaat. Rennen doet hij nu gewoon automatisch en als je gewoon een berg op wil klimmen, dan druk je één keer op A en dan gaat hij automatisch klimmen en druk je een keer op B en dan gaat hij vallen. Dus je hebt niet meer dat je de hele tijd van gebouwen afflikkert als je midden op de Big Ben zit of zo. Nee. Of dan, wat is het Egyptische equivalent van de Big Ben? Een piramide? Alexandrië of weet ik veel wat. Ja, daar heb je hele mooie torens. Hoe heet het? Dat is wel echt anders. Het lijkt een beetje op dat het een normalere besturing wordt van meer een normale platformgame. En het werkt eigenlijk best wel goed. En hoe is Egypte? Is het een leuke stad? Is het groot? Het is enorm. Ik schrok er echt van. Op een gegeven moment hadden we een missiemarker. De kaart werd me te laten zien. Die missie was nog een kilometer lopen. En we zoomden de kaart uit. En het is een heel land. Het is echt bizar hoe groot deze game is. Een land met de rivier de Nijl er doorheen. En grote woestijnvlaktes, maar ook meerdere steden. Het is ongelooflijk tof, want varen is terug. Je kan weer schatten gaan zoeken onder water. De piramides zul je heel veel schatten in gaan zoeken. En er zit natuurlijk een story aan vast, waar we verder nog helemaal niks over weten. Maar je bent in ieder geval de eerste assassin. De allereerste assassin. De OG. Precies. Oké, maar is het, denk ik, ja, groot zegt natuurlijk niet alles. Is het ook een sfeervolle wereld? Ja, heel erg sfeervol. Er zit een dag- en nachtcyclus in, een systeem. En de mensen zijn ook gewoon echt aan het werk. En ja, weet je, de Ubisoft Engine, soms heb ik een beetje het idee dat ze daar het zwakst in zijn. In de NPC's die een beetje rondlopen. Dat ziet er altijd een beetje, honky uit of zo. Ja. En ik had het idee dat ze daar wel echt meer hun best voor hebben gedaan. Voor mensen die gewoon echt aan het werk zijn. Mensen gaan soms ook naar hun werk, komen s'avonds weer thuis. Je kunt ze volgen als je wil. En al die NPC's hebben zeg maar hun eigen ding. Oh, en het is best wel sfeervol. En zeker die dag-nachtcyclus is heel erg fijn. Want dat maakt ook de speelstijl anders als je bijvoorbeeld 's nachts speelt. Ja, precies. Dus daar heb je ook een beetje afrusting erin. Wat dat betreft. Ja, het is wel wat logischer gemaakt. Ja. Weet je, als je bijvoorbeeld een pijl en boog hebt en je houdt hem over een vlam, dan gaat het ook vlam vatten, weet je wel. En je krijgt later ook een ability dat je dag naar nacht kunt veranderen on the go. Weet je? Het is een praktischere game. Ik heb echt het idee dat oudere Assassin's Creed games het allemaal best wel moeilijk deden. Ja, maar is dat ook niet juist het fijne van deze ademruimte geweest? Ik bedoel, je weet het zelf ook denk ik wel. Als je ergens heel lang heel intensief aan werkt, dan word je een beetje blind voor de fouten. En ik denk inderdaad, als je gewoon, al is het maar een jaartje de tijd om heel veel een stapje terug te nemen en te kijken van oké, wat hebben we nou eigenlijk al die jaren niet gezien, maar wat kan er echt beter? Dat je dan een game krijgt als Assassin's Creed Origins. Ik hoop het heel erg. Egypte is veelbelovend. Ik vind het echt een super vette setting. We moeten nog wachten totdat we de game langer spelen voor een oordeel natuurlijk. Maar de eerste vernieuwingen binnen Assassin's Creed en eigenlijk versimpelingen van de Assassin's Creed franchise zien er heel goed uit. En het draait als een zonnetje.